Dag dames en heren, het is weer tijd voor Raadsplein TV. 14 juni 2023 en het is tijd voor een aantal sessies. We hebben 3 sessies op het programma staan. Om te beginnen gaan we het hebben over het concept beleidsplan jeugd in de Eimond. Daar is uitgebreid over gesproken. Er zijn een aantal nieuwe thema's en nieuwe uitdagingen behandeld en daar gaan we met 2 raadsleden over in gesprek. Dan het tweede punt, de jaarstukken 2022. Dat is een terugblik van de financiële stand van zaken van de gemeente in het jaar 2022. In die zin een positief verhaal, omdat er bijna 20 miljoen euro over is gebleven. Maar dat geeft ook wel weer aan dat er een aantal dingen niet zijn gedaan. Onder andere bijvoorbeeld vanwege personeelstekort. Er zitten wel een aantal interessante onderwerpen in. Gaan we met Frank Cornet van de ChristenUnie over in gesprek en met Erik van der Does van de VVD. Dan tot slot het derde onderwerp. Dat is eigenlijk een heel erg, een onderwerp dat gaat over hele grote onderwerpen. Over de lange termijn heeft te maken met de in ontwikkeling en de ruimtelijke problemen en uitdagingen die zijn in het Noordzeekanaalgebied. Wij zijn door het Rijk aangewezen als een zogenaamde NOVEX. Dat betekent dat je onder de nationale omgevingsvisie valt. En het interessante was, bij die sessie werden we eerst meegenomen door een ambtenaar die een presentatie gaf. Maar vervolgens was er ook een soort interactieve sessie hier achter mij in de burgerzaal. Waarbij mensen over een kaart kunnen zien wat er allemaal gebeurt. Dus daar gaan we ook aandacht aan besteden. Goed, dames en heren. We gaan terugblikken op de sessie over het concept beleidsplan jeugd Eimond 2023 tot 2027. Dat was de volledige titel van de sessie. Ik heb aan de desk Jesselyn Patmos van Velzen Lokaal en Marijke Gemser van de Partij van de Arbeid. Welkom dames. Het is een veelomvattend onderwerp, als ik dat zo mag zeggen. Er is een toelichting, dat is natuurlijk. Tegenwoordig is dat trouwens een heel mooi, mooi overzichtelijk formulier geworden. Voor de kijkers ook aan te raden om daarmee op de website te kijken, want dat maakt het wel overzichtelijker waar nou eigenlijk een sessie over gaat. Maar er zijn er gewoon eigenlijk heel veel en ook een aantal nieuwe uitdagingen. Die worden dan opgenoemd. Armoede, het welbevinden en de mentale gezondheid van jeugdigen. Complexe scheidingen, of eigenlijk ook vechtscheidingen zoals die vaak ook wel werd genoemd. Nieuwkomers en druk op het jeugdstelsel. Eerst even naar het proces, want er is een sessie geweest met allerlei zorgaanbieders, als ik goed begrepen heb, een week of 2 geleden. Maar dit onderwerp is met een startnotitie ook al in februari aan bod gekomen. En Jesselyn, jij stond toen hier ook aan de desk. Kun je ons even meenemen wat er in die afgelopen maanden is gebeurd? Ja, we hadden inderdaad een startnotitie en daar stond veel minder in dan echt het concept beleidsplan. Dus dat is wel leuk, dat je wat meer krijgt. En ja. We hebben een paar weken geleden ook een regioavond gehad. Mm-hmm. Met de regio Eimond. Om eigenlijk met elkaar te gaan praten over wat vinden wij samen als gemeente belangrijk. En ja, het was wel interessant. Dan kom je toch tot echt wel andere gesprekken dan dat we hier hebben gehad. Dus dat was met Beverwijk en Heemskerk? Alleen, ja, met die drie, met z'n drieën. Klopt. Ja. En ik merkte dat zij daar ook gewoon heel erg geïnvesteerd zijn in jeugd. En hoe we dat samen dat gaan aanpakken. Ja. En ten opzichte van nu vind ik het eigenlijk, het is gewoon een mooi uitgewerkt plan. En zoals ik had gezegd, het is nu een beweegplan geworden echt. Ja, dat noemde jij, ja. Ja, toen was eerder een beleidsplan en toen waren we ook heel erg op de cijfers bezig van, goh, maar wat is nou effectief, wat werkt nou? En je merkt nu dat de focus meer op is gezet van, we gaan eigenlijk bewegen met wat we zien en waar we op willen inzetten. Oké, wat vind jij van die term beweegplan? Kan je daar iets mee? We hebben natuurlijk ook het sport- en beweegplan, dus het moet even schakelen. Ja, maar ik vind het wel mooi dat het een plan is inderdaad waar beweging in zit. Waar ook wat niet voor 9 jaar vaststaat, zoals de wethouder al zei, maar dat vooral die bijlagen van wat we doen en hoe we inzetten voor jeugd, dat flexibel is, dat aangepast kan worden naar de behoefte en de vraag. Ja, oké. Okay. Er zijn heel veel verschillende onderwerpen in de sessie aan bod gekomen. We hebben ook een fragment er even uitgepikt van jullie collega Ilse Turnhout. En daar gaan we nu eventjes naar kijken. Mijn bijdrage wil ik eigenlijk heel graag beginnen met een paar citaten. Die volgens GroenLinks heel belangrijk zijn voor onze jeugd. Eerste citaat is: iedereen is een genie. Maar als we van een vis vragen om in een boom te klimmen,
en dat hij daarop beoordeeld wordt, dan zal hij zijn hele leven denken dat het een mislukkeling is. Mijn versie, maar hij is van Albert Einstein. En de volgende vind ik ook heel mooi. Opvoeden, dat doe je niet alleen. Daar heb je een heel dorp voor nodig. En die is van Annie Steeman en dat is de oma van mijn jongens. GroenLinks vindt het heel belangrijk dat we ouders en kinderen in hun kracht zetten. Van daaruit kunnen ze zich ontwikkelen en worden wie ze in basis zijn. GroenLinks ziet hier heel veel terug in dit concept jeugdbeleidsplan. En onder andere het versterken van de sociale basis van een gezin. Ik wil nog even inhaken op wat mevrouw Van der Zanden zei over dat jongeren lang blijven in de jeugd. In de jeugdzorg, in de dure jeugdzorg. Ik heb gisteravond op tv gezien een programma waarin naar voren kwam dat er juist ook een hele grote groep jongeren dakloos zijn. Die niet opvallen, omdat ze zich namelijk nadat ze geen plek meer hebben, zich niet melden bij de daklozenopvang. Ik wil vragen of de wethouder daarvan op de hoogte is, of dat bij ons ook speelt. Dus daar ben ik benieuwd naar. Nou, Ilse die maakt hier eigenlijk twee, of spreekt uit twee citaten, waarvan de tweede wordt toegeschreven aan haar oma, maar is een vertaling van een heel bekend Engels citaat. Hè? It takes a village to raise a child. Maar die eerste is misschien ook wel erg grappig. Ze zegt, iedereen is een genie, maar als je aan een vis vraagt om in een boom te klimmen, dan zal die als een cirkel worden gezien en daar altijd op worden afgerekend. Wat vond jij daarvan? En leg eens het verband met deze sessie. Ja, nou, ik in persoonlijke nood moest ik me daarin wel weer heel erg herkennen. Want ze had het ook over neurodiversiteit en het woord normalisering kwam heel veel aan bod in die sessie. Kun je dat even toelichten? Want dat werd later ook door de ambtenaar op het laatst ook nog wel iets over gezegd. Maar ja, wat verstaan we daaronder? Eigenlijk hadden we in het concept beleidsplan jeugd hadden we het woord normalisering. Er werd eigenlijk niet zo heel veel mee gedaan, maar dat was wel een belangrijk uitgangspunt. En eigenlijk hadden best wel veel partijen, zoals zelfs lokaal, de vraag, goh, wat is dat nou? Ja. En ze hebben wel goed toegelicht dat het niet het normaliseren is van mensen moeten bijvoorbeeld echt minder aan de bel trekken en het maar in een eentje gaan oplossen en maar een beetje normaal doen. Mm. Maar eigenlijk begrijpen dat we een scala aan verschillende mensen hebben die hun eigen uitdaging hebben, ook even kunnen vallen. En dat we dus inderdaad een vis hebben die niet in een boom kan klimmen. Yeah. En dat je daar eigenlijk op moet gaan bewegen. Ja. Ja, precies. Dan eventjes terug naar de verschillende onderwerpen. Marijke, wat zijn wat jou betreft, ik kijk eventjes jouw inbrengen, daar hebben we ook naar geluisterd. Een van de dingen die daarin terugkwam is, hoe betrek je nou de doelgroep bij het maken van het beleid? Dat is een van de dingen die je aanstipt. Kun je daar iets over zeggen, wat je daarvan, hoe je dat ziet? Kijk, we hebben het over jeugd. En jeugd weet vaak wel heel goed wat ze zelf nodig hebben. Zeker wat betreft preventie. Ik heb het ook heel erg gehad over het welzijnswerk. En daar willen ze heel graag werken aan talentontwikkeling. Als je jongeren laat zien wat ze kunnen en laat zien welke waarden ze hebben, dan hebben ze ook minder kans om de negatieve kant op te gaan. Ja. En zo ontlast je ook een stukje de jeugdzorg. En ik denk op die manier inzetten, in dat preventieve veld, kan heel goed werken. Ja. En ik denk als je jongeren en ouders ook betrekt bij wat is er nou gebeurd als je wel in de jeugdzorg zit. Wat heb je nodig? Welke stappen werkten? Wat werkte niet? Dan kan je dat beleid ook beter maken. Ja, maar in jouw inbreng, het eerste termijn, vroeg je met name ook de wethouder van hoe doe je dat dan? Hè? Dat betrekken van de jeugd. Heb je daar nou voldoende antwoord op gekregen? En komt dat ook voldoende terug in de stukken? Nou, zij gaven wel duidelijk aan dat ze die klankbordgroepen hebben gebruikt. Dus dat ze echt met jongeren en ouders in gesprek zijn gegaan. En dat ze ook feedback hebben gehad van de jongeren. Van betrek ons niet alleen door ons te vragen hier te komen, maar kom bij ons kijken. En vraag over welke onderwerpen we mee willen praten. Ja. Nou, dat vond ik wel hele waardevolle informatie. Ja. En als ze dat op die manier gaan inzetten, denk ik ook dat je steeds dichter bij een goed plan komt. Ja. Het is wel een plan wat ook wat doorspekt is van jargon. Een van de dingen, integrale aanpak. Daar had jij het volgens mij ook nog over, Jesslyn. Kun je ook even iets meer uitleggen wat daarmee bedoeld wordt?
dan ga ik dat woord niet meer gebruiken als dat onder jargon valt. Maar eigenlijk gewoon het breed samenpakken. Dus ja. Wat we zeiden, een probleem staat niet op zichzelf. En zo moet de jeugdhulp ook niet worden ingedeeld. Dat als je bijvoorbeeld depressief bent, dat je naar de sectie depressiviteit gaat. Of dat ja. En zo kan je wel verder gaan. En wat ik bedoel met die integrale aanpak is inderdaad van kijken breed. Ook met je collega's bekijken breed. En ik denk dat je zo makkelijker tot de kern gaat komen. Ja. En breed betekent ook dat er een goede samenwerking is tussen alle verschillende partijen. Dat is een punt wat ook door het CDA nog benoemd werd. En die partijen in die sessie die er geweest is, die gaven ook aan dat ze eigenlijk allemaal te weinig geld hebben, als ik het goed begrijp. Er was ook wat discussie over van hoe zit het nou met de budgetten. Maar het Rijk is steeds minder budget gaan uitgeven en de gemeente lapt dat als het ware bij, toch? Hoe kijk je daar tegenaan, Marijke, die ontwikkeling? Nee, ik denk dat het heel belangrijk is om te investeren. En vooral dan in die preventie, omdat je dan uiteindelijk alleen maar kan besparen op de achterkant. Ja. Dus op de zwaardere zorg. Ja. En je kunt niet alles wegwerken, want zoals de ambtenaren al zei, iemand die anorexie heeft of een eetstoornis, heeft gewoon hulp nodig. Ja. En iemand die psychose heeft ook. Ja. En dat kun je niet voorkomen. Maar je kunt heel veel aan de voorkant wel ondervangen door gewoon een goed netwerk om iemand heen te zetten. Ja. Dat is heel belangrijk. De sociale structuur, hè, waar het ook over ging, dat belangrijk is. Zijn er nog andere punten, Jesslyn, behalve dan die integrale aanpak waar jij of waar Velsen Lokaal nog... Ja, van zeg van dat vinden we een goed punt. Ja, ik denk wat door andere partijen, maar ook zeker door Velsen Lokaal wordt benoemd, is die POH, dus die praktijkondersteuner. Ja, dat is echt gewoon een hele effectieve aanpak. Nou, dat hebben we in meerdere beleidsstukken. Dus iemand die bij de huisarts is ondergebracht, ja, en die al voor GGZ-problematiek hebt. En voor jeugd ook, maar die wordt dan door het gemeentebudget betaald, is dat nu het punt? Ja, die wordt nu door het gemeentebudget betaald en eigenlijk, maar dat weten we dus nog niet zeker, dat moet even uitgezocht worden. Of, want er is een amendement gekomen die eigenlijk wil vragen of de zorgverzekeraar ook daar een aandeel in gaat hebben. Ja. We weten nog niet of dat echt is aangenomen, maar dat is natuurlijk voor de gemeente best belangrijk. Want we willen daarop inzetten, daar is geld voor nodig. Ja. Maar als we weten dat er een deel al ergens anders door wordt bekostigd, dan kunnen we dat misschien beter realiseren. Dus dat is nog een vraag. Ja. Maar heel belangrijk. Ja, jij noemde dit punt ook in je inbreng, hè? Ja, klopt inderdaad. Want POH, praktijkondersteuner huisarts, heb je voor de GGZ. Dat valt gewoon onder huisartsenzorg. Ja. Want dat is 2 keer een huisartsenafspraak. 2 keer 10 minuten, dus 20 minuten. Ja. Maar de POH jeugd wordt inzet van 1 uur. En dat zal in heel veel gevallen nodig zijn. Maar misschien in sommige gevallen ook niet. En als je wel met die 20 minuten toe kan, vroeg ik me af, kan dat dan ook onder huisartsenzorg vallen? Maar daar zal het amendement misschien ook deels antwoord op geven. Amendement? Welk amendement? Komt hier een amendement op het plan? Ja, of, nee, er is een nieuw... hoe heet het? Ik ben even de naam vergeten, maar er is een nieuw beleid is er voorgesteld. Een landelijk beleid. Ja, landelijk beleid. Precies. En dat is nu ook door de Eerste Kamer heen gegaan. Oh, en dat is heel recent. En dat moeten we even uitzoeken hoe dat precies is. Ja. Dat wist de wethouder op dit moment ook nog niet. Nee, het is echt zo kort dag. Ja. Maar ik was benieuwd of ze daar al aan waren toegekomen. Maar zij hebben het ook heel druk. Ja, precies. Dat snap ik ook. Hey, wat is jullie algemene conclusie, algemene indruk van deze sessie? Marijke, om met jou te beginnen. Ik vond het een hele prettige sessie. Ik denk dat alle inbreng bij elkaar heel goed weergeeft waar allemaal aandacht voor moet zijn. Ja. Ik ben ook wel heel blij dat er al heel veel gebeurd is. En dat konden we vooral merken op de markt van 2 weken geleden. Waar ik hoorde dat ze hier eindelijk werken met hoofd- en onderaannemers. Oké, hoofd- en onder. Want wat is het belang daarvan? Nou, dat zoals de wethouder ook al even uitlegde aan de dame van LGV, is je komt ergens binnen en je hebt zoveel mogelijk 1 loket. En er is 1 partij die de zorg organiseert. Ja. En ze gaven bijvoorbeeld op de markt het voorbeeld van UNALZORG, een organisatie die heel erg veel ervaring heeft met het begeleiden van oorsprong Turkse en Marokkaanse kinderen, die daarin dan de regie voeren, heel erg die cultuur kennen en van daaruit zorg kunnen inzetten, waardoor er veel effectiever zorg geleverd kan worden. Okay. Dus er is een regievoerder, dus iemand die dan zorg organiseert en die zet de rest in. Ja. Waardoor je veel minder intakes krijgt en inderdaad extra formuliertjes en administratie en ellende. Klinkt toch een beetje als een integrale aanpak. Ja, nou, inderdaad. Ja, dat vind ik heel erg jargon. Maar Jesslyn, wat is tot slot jouw conclusie van deze sessie? Ik ben blij hoe we erover hebben gepraat. En ik voel heel erg vanuit de ambtelijke organisatie, vanuit de wethouder, dat er ook heel erg gevoel bij zit. Ja. Wethouder Dinges heeft ook vaak gezegd van, ik vind dat vervelend of ik vind dat heel belangrijk. Nou, daar voel ik ook wel wat mee. En was ik ook af en toe behoorlijk kritisch op het kabinet, hè? En terecht. Ja. Gelijk heeft hij. Ja. En ik ben ook heel erg blij dat er wat partijen zijn die een kritische noot hebben. Moet ook gebeuren, maar ik denk dat we eigenlijk
overal heel positief kunnen kijken naar wat we willen gaan doen. We weten niet of het allemaal gaat lukken, dat hebben ze eerlijk gezegd, dat is logisch. Maar in ieder geval, hoe we het willen gaan doen, daar ben ik heel erg blij mee. Mooi. Het stond op de agenda als conceptbeleidsplan en dit was een adviserende sessie. Dus de wethouder heeft allerlei adviezen bij jullie opgehaald. Wanneer wordt er een strik omheen gedaan? Is dat al bekend? Wanneer is het proces afgerond en is dat nieuwe beleidsplan er dan? Dat volgens mij is nog een raadsvergadering, maar dat weet ik niet zeker. Nou ja, we zullen het zien. Dan zou dat nog voor de zomer zijn dan. Hè? Maar is er gevraagd of het besluit rijp was aan het eind? Of we alles hebben meegegeven, wat we mee willen geven. En wat de wethouder, hij heeft kort gezegd wat hij ermee kan. Ja. Dat vonden we ook denk ik wel heel fijn om te horen. Ja, en natuurlijk gewoon een paar toezeggingen wat hij gaat doen. Dat is ook heel belangrijk. Ja, dat is altijd erg fijn. Ja. Zo'n laatste lijstje met toezeggingen op het einde. Ja. Dames, dank jullie wel voor de toelichting. En we gaan het terugzien. Bedankt. Dank je. Dames en heren, we blikken terug op de sessie over de jaarstukken 2022. Een behoorlijk financieel onderwerp. Er staan twee heren bij mij aan de tafel. Ook al geld. Het zagen ook voornamelijk mannen die in de sessie zaten volgens mij. Frank Cornet van de ChristenUnie en Erik van der Does van de VVD. Om bij jou te beginnen, Erik. Er is bijna 20 miljoen over. En toch hebben we bijna anderhalf uur kunnen discussiëren over dat mooie resultaat. Vertel eens even, hoe kan dat? Nou, hoe het kan, inderdaad heeft onze wethouder uitgelegd die daar verantwoordelijk voor is. Is dat er natuurlijk gewoon een aantal dingen wel gereserveerd zijn, maar niet uitgegeven konden worden. Doordat er geen capaciteit was. En dat is op meerdere onderwerpen teruggekomen. Mm-hmm. Ik denk dat er een aantal partijen er ook wel gelijk gestemd over zijn. Ik denk dat wij als VVD zijn sowieso altijd voor een compacte overheid. Maar het is denk ik ook wel goed, zoals andere collega's ook al aangaven, dat we misschien moeten gaan kijken hoe we het kunnen prioriteren. Wat we wel en niet kunnen doen. Ja. Het hoeft niet per se meteen dat er een bak mensen bij moet. Misschien moeten we ook gewoon slimmer en efficiënter acteren. Zodat we de druk weghalen bij onze organisatie die dan wel de dingen kunnen uitvoeren ook. En daar kwam natuurlijk ook voorbij. Ik dacht dat de heer Uitendaal dat riep over de uitvoering van de regulering. Ja. Als we dat dan bedoeld hebben, dan moet je dat ook gewoon proberen af te maken en te regelen in het jaar dat je het begroot hebt. Je maakt een mooi bruggetje, Erik, want we hebben toevallig een fragment van Arjen Uitendaal die inderdaad in zijn eerste inbreng een aantal punten afloopt waaruit blijkt hoeveel geld er toch eigenlijk of blijft liggen, niet wordt uitgegeven of als het gaat om kredieten over de riolering bijvoorbeeld weer vooruit worden geschoven. Daar gaan we eerst eventjes naar kijken. Maar wat we wel zien natuurlijk is dat veel diensten en veel zaken hebben we niet voor onze inwoners gedaan wat we wel dachten dat we gingen doen. Dat hebben we allemaal moeten doorschuiven. Vorig jaar moesten we al 3 miljoen zo doorschuiven. En toen ook vroeg D66 Vel zich af of dat in 2022 wel allemaal ging lukken. En immers hebben we ook onze reguliere begrote uitgaven. Dat kwam er bovenop. Nou, dat is dus niet gelukt. Het bedrag van 3 miljoen is nu aangegroeid naar 7 miljoen. Dus we schuiven steeds meer voor ons uit. En dan hebben we ook nog eens een keertje de extra gelden van de COA en om de statushouders te regelen. Dus we schuiven veel geld voor ons uit wat we dit jaar moeten gaan uitgeven. Verder moeten we wederom miljoenen, als ik het optel 5 miljoen, aan kredieten doorschuiven voor zaken als riolering, renovatie, plantsoenen, speelplekken, vervangen laanbomen, etc. Omdat het werk allemaal nog niet is gedaan. Soms nog uit 2019. En aangezien voor dit jaar ook weer werk op de begroting staat, blijven we ook deze kredieten maar doorschuiven. Bewonersonderzoek, cultuurpas, onderhoud, verduurzamen zwembad, allemaal doorgeschoven. Misschien moeten we eens goed kijken naar al die kredieten, of die nog wel uitvoerbaar zijn op deze manier. En anders vrij laten vallen. Misschien maar eens een keertje achterstallig werk gaan doen voor we weer nieuwe dingen gaan begroten. En met name al die opgepotte kredieten voor de riolering aanleg. Dat gaat al over de 4 miljoen heen. Nu eerst maar eens achterstallig werk afmaken. En zo langzamerhand komen we eigenlijk als raad in de situatie dat we niet meer sturen op geld via de begroting, maar over capaciteit van de ambtelijke organisatie. Hebben we wel genoeg capaciteit om alles uit te voeren? Dus misschien moeten we als raad meer gaan sturen op capaciteit in plaats van op geld. Wat gaan we doen met de schaarse goede mensen die we hebben? Ook al hebben we inderdaad nu, Christine, u zei het al, 25 FTE meer dan het jaar ervoor. Maar nog kunnen we heel veel niet uitvoeren. Ik vond het wel een mooi advies wat de Rekenkamer zei. Wat is de realiteitsgehalte van de plannen in onze begroting? En wat is de realisatiekracht van de organisatie in de jaarrekening? Ik vond dat zeer relevant. Nou, Erik, inderdaad. Hij grijpt terug op de punten die jij ook al noemt.
Capaciteit, dat is ook wel een issue wat vanavond heel erg veel voorbij is gekomen, Frank. Kun jij daar iets over zeggen, wat daar het issue is? We kunnen het al invullen, maar ik wil het even van jou horen. We konden het ook in de stukken lezen. En daar lees je dat we eigenlijk op de formatie, een formatie van ongeveer 450 medewerkers, dat we daar nog 54 medewerkers eigenlijk tekort komen. Ja. Gewoon een behoorlijk tekort. Nou, gelukkig zien we dat dit jaar, in 2022, er wel 20 medewerkers netto bij zijn gekomen. Een aantal mensen vertrokken, een aantal mensen erbij. Maar ja, dat is nog lang niet genoeg om al dat werk wat er allemaal ligt, om dat uit te voeren. Nou, daarnaast komt dat er ook een hoop incidentele zaken zijn geweest. Zoals met name het asielopvang. Dat vergt natuurlijk heel veel capaciteit van het college, van ons als raad. Maar zeker ook van vergaders. Zeker ook van de ambtelijke organisatie. Ja. Dat zijn dan van die onderwerpen die gewoon heel veel capaciteit vergen. Maar wel ontzettend belangrijk zijn. Ja. Waardoor andere zaken dan blijven liggen. Ja. Ja, het is in die zin een beetje een vreemd beeld natuurlijk, hè, dat er bijna 20 miljoen over is van afgelopen jaar. Maar dat er vervolgens, dat er soms misschien wel een discussie is over bepaalde voorzieningen die wellicht moeten sluiten. Maar ja, dat zijn natuurlijk structurele uitgaven. Dus dat is een beetje appels met peren vergelijken, maar voor de bewoner denk ik minder goed uit te leggen, Erik. Ja, dat klopt. Maar de wethouder heeft toch toegezegd, of het college heeft toegezegd, om het dit jaar alsnog te doen. En dan is de vraag natuurlijk, wordt het dan ook inderdaad echt gedaan? Mm-hmm. Want dat probleem van capaciteit is natuurlijk niet morgen weg. Nee. Daarom denk ik ook, maar daar gaan we denk ik morgen ook bij de perspectiefnota ook over hebben. Hoe ga je dit probleem aanpakken als je dit weet en het morgen niet opgelost hebt? Ja. Dan moet je gewoon misschien wel slimmer acteren. En misschien moeten we ook wel gaan kijken als gemeente om dingen niet te doen. Of inderdaad, zoals collega De Wild en ik meen ook collega Gideon Nijmanting van het CDA zijn. We hebben zoveel regelingen. Misschien moeten we ook gewoon een aantal dingen gewoon eens afhalen als we dat toch niet uitvoeren. Daar gaf de wethouder overigens ook al antwoord op om de stofkamer er doorheen te halen. Yeah. Waardoor je wellicht inderdaad een wat overzichtelijker geheel krijgt die je ook kunt naleven en kunt handhaven. Ja. En overbodige dingen die je toch al niet doet. Ja. Ook regels vereenvoudigen. Ja. Want precies, hebben natuurlijk de voorbeeld wat ook ter sprake kwam van de bijstandsuitkering, die is eigenlijk gewoon te laag. En wat gaan we vervolgens allemaal doen? Allemaal extra uitkeringen, een energietoeslag, nog meer aan allerlei toeslagen. Heel moeilijk, zeg maar. En daardoor krijg je een woud aan regels. Maar dat kunnen wij in de gemeente niet bepalen, toch? Hè? Dat is niet aan ons. Daarom... De ChristenUnie gaat dat regelen in de Tweede Kamer? Zelfs de wethouder die bekende zich een voorstander van het basisinkomen. Maar goed, dat is inderdaad een heel andere discussie. Maar dit is ook wel, we kunnen het hier niet regelen, maar we kunnen wel signalen afgeven naar Den Haag. Ik was gisteren toevallig in Den Haag bij onze Tweede Kamerfractie en daar hebben we dit signaal ook neergelegd. Van, we maken het wel heel erg complex allemaal met elkaar. Ja. En daarvoor moeten we, daar moeten we echt wat aan gaan doen. Over complexiteit gesproken, het gaat niet alleen maar over complexiteit van regels en projecten en noem het allemaal maar op. Maar een van de punten, jij noemde zijn naam al, Gideon Nijmanting van het CDA, kwam in zijn bijdrage ook bijvoorbeeld te spreken over überhaupt de wijze waarop de gemeente verslag doet, hè, van die jaarstukken, de ellenlange pagina's die er worden geproduceerd. En daar had hij ook nog wat suggesties voor. Laten we even naar kijken. Het verslag is omvangrijk, dat is het eigenlijk altijd, maar het lijkt er ook wel op dat we als gemeente steeds meer te maken hebben met impactvolle context waarbinnen we moeten acteren en dat we als gemeente gewoon ongelooflijk veel taken en ambities hebben. Dat het stuk daarom extra omvangrijk wordt, is te begrijpen, maar ik zou willen pleiten voor een veel beknopter verslag. Heel veel alinea's zijn tamelijk abstract. Die kunnen echt fors korter. Denk bijvoorbeeld aan passages over schone lucht, circulaire economie, energietransitie. Het zijn algemene verhalen die we allemaal wel kennen, maar die soms halve pagina's opsoeperen. En ik zou adviseren om bijvoorbeeld iets van AI te gebruiken om gewoon dat te verkorten tot 3 zinnen. Dus 1 druk op de knop en daar wordt iedereen blij van. En dan gaan we ons ook meer tot de kernen richten. Ik weet trouwens niet of de gemeente beleid heeft omtrent het gebruik van dat soort dingen, maar dat horen we nog een keer. Wat zeg je? Ik open het alleen maar, jullie moeten er wat van vinden.
Als wij vanuit CDA naar jaarrekeningen kijken, dan kijken we uit naar een aantal zaken. Namelijk besteden we onze publieke middelen zorgvuldig. Smijten we geen geld over de balk, kort gezegd. Houden we voldoende reserves aan voor toekomstig economisch mindere tijden. Zodat we niet de rekening bij de toekomstige generatie neerleggen. We kijken ook altijd of de bestedingen iets opleveren. Dat klinkt gek, maar je kan heel veel geld besteden en uiteindelijk toch weinig rendabel hebben besteed. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat we hebben besteed de afgelopen jaren aan lokaal klimaatakkoord, zaken rondom schone lucht en allerlei andere intensivering, kan je wel afvragen van hoeveel levert dat ons nou op? Hè? Dus hoe snel gaat die verduurzaming? Hoe liggen we op schema met die hernieuwbare energie? Lopen we nou voor de troepen uit? Hangen we achter de wagen? Of doen we het gemiddeld? Best lastig om daar een beeld van te krijgen. In het laatste deel van zijn fragment komt hij op de typische CDA-punten als het moet rendabel zijn, het moet efficiënt zijn, het moet doelmatig zijn. En met die blik kijkt het CDA, maar natuurlijk ook de VVD, vooral naar zo'n begroting. ChristenUnie ook. ChristenUnie ook, oké. Ik ben dat ook doet. Ja. Heel goed. Maar hij was ook wel eventjes een grappig voorstel om dat verkorten van het jaarverslag, om dat bijvoorbeeld op basis van AI te doen. Want dat kwam wel eventjes een beetje. Ik hoorde wat geroezemoes op de achtergrond. Maar wat gebeurde er toen, Frank? Nou, wat er onder andere gebeurde was van. De vraag kwam ook op. Wat vinden we als gemeente eigenlijk van AI? Ja. En toen werd er ook nog gesignaleerd van. Het verslag van de accountant staat ook dat we op het gebied van de IT-controls. Dus hoe beheren we onze IT? Daar ook nog stappen te zetten hebben. Ja. Binnen die context kwamen er opeens wat vraagtekens van of je wel AI moet toepassen. Maar ik kan wel onderschrijven dat het allemaal net wel wat korter en wat krachtiger kan. Ja. Want eventjes, Erik, er was ook een brief of advies van de Rekenkamercommissie waarin een aantal punten stond. Kun je daar iets over zeggen wat daarin stond en wat vond je daarvan? Nou ja, dat is inderdaad wat de collega net ook al zei. We zitten al bij een rekenkamer en daar hebben we ook inderdaad zitten hamer op die IT-controls en die audits. Ja. Daar hadden we het eerst over en dan kwam die AI weer voorbij schieten. Ja. Dus het is gewoon goed om die dingen op orde te hebben en daar aan te scherpen. Daar heeft ook inderdaad de Rekenkamer het advies neergelegd en de accountant was het daar ook allemaal mee eens. Dus het gaat gebeuren. Ja. Wat ook collega Cornet al zegt, het is denk ik wel goed als je de boekwerken ziet van de jaarrekening. Ja, dan kan daar natuurlijk wel een slag gemaakt worden in het vereenvoudigen van. Ja. Zonder dingen weg te laten, maar je moet wel denk ik een hoop tekst denk ik, weg kunnen halen. En daar hou je nog steeds wel een goed rapport over. En over overzicht en integraliteit gesproken met een duur woord. Vandaag behandelen we de jaarstukken van het afgelopen jaar. Mooi dat er geld over was. Daar wil je dan in het jaar erop natuurlijk wat mee gaan doen. En daar staat morgen wat. Ja, dat gaat dan eigenlijk weer over het volgende jaar. Precies. Perspectiefnota. Ja. En de buurrap staat ook nog op de agenda. Die gaat dan over dit jaar. En dat gaat dan weer over dit jaar. Ja, maar vertel eens even, hoe hangen die dingen met elkaar samen, Frank? Want dat is voor de gemiddelde inwoner misschien ook niet helemaal te begrijpen. Het begint allemaal met een begroting die je op een gegeven moment voor een jaar gaat maken. Maar voordat je die begroting gaat maken, zegt de wethouder eigenlijk van, ja, dan wil ik wel wat richting hebben van hoe die begroting eruit moet gaan zien, Raad. Vertel mij maar, van wat moet ik in mijn begroting gaan opnemen? Ja. Nou, dat doen we aan de hand van de perspectiefnota, wat eigenlijk een momentopname is van waar staan we nu? En wat zouden we allemaal volgend jaar kunnen gaan doen? Ja. Nou, daarvan wordt dan een eerst perspectiefnota, behandelen we morgen. Eind van het jaar komt de begroting. En dan, die begroting, daar zijn altijd afwijkingen op als je daadwerkelijk aan de slag gaat. En de inkt is nog niet droog en de volgende dag is het alweer anders. Precies. En daarover rapporteert de wethouder het college dan in de bestuursrapportages. Ja. Twee of drie keer per jaar of zo. Ja, twee keer per jaar. En wat daar een belangrijke rol ook in speelt is van hoeveel geld krijgen we van het Rijk. Ja. En want dat zie je dat we heel vaak op het laatste moment of extra gelden krijgen omdat het Rijk steeds meer taken naar de gemeente toe legt en daarbij dan ook weer geld geeft. Ja. Alleen dan ook niet altijd meteen uitlegt van wat zijn de regels waar je aan moet voldoen om het uit te mogen geven. Dat speelt op dit moment heel erg, hè? Met die zogenaamde SPUCs, specifieke uitkeringen. Ja. Dus dan lijkt het alsof je, dan heb je heel veel geld op je rekening. Ja. Je moet het ergens aan besteden.
Alleen je weet niet hoe je het mag besteden. Dus dat zien we nou met name dit jaar zien we dat toch wel in volle hevigheid terugkomen. Ja. Eén ander puntje nog, Erik. Ik hoorde jou iets zeggen over dat eventueel samenvoegen van die buurrap en perspectiefnota. Zei je dat? Of... Ja, ook hier gaat het. Het is ook trouwens niet alleen de jaarrekening, maar ook inderdaad die buurrap en die perspectiefnota. Dat zit heel veel overlap in. En daar zijn ze mee bezig om dat proces ook te bekijken en wellicht dingen samen te voegen, zodat het wat overzichtelijker wordt. In deze. En dan was de suggestie. Kijk dan ook terug naar de jaarrekening, maakt dat ook iets eenvoudiger, waardoor het wel behapbaarder wordt. Dan hou je je organisatie wat minder bezig en heb je wat, vanwege ook al te weinig mensen. Dat maakt het voor iedereen leuker. En daar was ook wel voor mij inzichtsinzicht over om dat op te pakken. Oké, mooi. Afrondend, heren. Ik denk, voornamelijk een positief geluid toch, Frank? Kan ik me zo voorstellen? Overal wel, maar we maken ons inderdaad wel zorgen van kunnen we onze ambities allemaal aan? Ja, nou, en ik denk dat ook wel een geluid is wat morgen weer terug zal komen rond de perspectiefnota. Ja. Als we alvast een vooruitblik doen naar de begroting. Ja. En ook bij de bestuursrapportage. Ons wordt wel gezegd van je moet je niet gaan bemoeien met de capaciteit die je hebt. Ja. Maar we willen wel weten van hoe zeker kan je dit nou gaan doen, wethouder? Dat is wel steeds de vraag die wij hebben. Ja. Nog even weerstandsvermogen. Precies. Maar dat is omhoog gegaan, toch? Is verbeterd, dacht ik. Het is incidenteel heel fors omhoog gegaan, maar het blijft goed. En dat is inderdaad ook wel waar de VVD voor staat. Hè. Gezond boekhoud is prima. Dan is het wel de vraag van, is het weerstandsvermogen nu niet heel erg kunstmatig hoog door al die gelden die blijven liggen? Maar daar gaan we dit jaar ook nog een goed gesprek met elkaar over voeren. Want die notitie moet worden geüpdate. En dat had jij om gevraagd, geloof ik, toch? Dat vragen we met elkaar. Erik, tot jou het laatste woord. Vertel eens, wat vond je van deze sessie? Nou, ik ben het wel met collega eens. We zijn uiteraard positief omdat de kerngetallen goed zijn. En dat is fijn. Ondanks de incidentele dingen is het nog steeds goed. Ja. Maar we zijn ook wel kritisch. Vanuit de rekenkamerrapporten zijn er een aantal kritische kanten tegengekomen. En die moeten wel ingevuld worden. Dus overal een positief gevoel. Maar wel inderdaad zorgen dat die andere dingen ook uitgevoerd worden. Of in ieder geval verklaard worden. Want daar zijn we wel met elkaar eens dat dat moet gebeuren. Mooi. Dank jullie wel voor de toelichting op dit moment. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Beste mensen, we kijken terug op de sessie die gaat over NOVEX en ZKG. Dat was de afkorting, maar dat staat voor een heel lange woord. Nationale Omgevingsvisie Extra, Noordzeekanaalgebied. Mike Rijkers, D66 Velzen. Fijn dat je nog eventjes op dit laatste uur bij de camera wil verschijnen. Kun je iets vertellen over wat dat nou eigenlijk inhoudt, dat hele NOVEX? Nou, het gaat eigenlijk uit van best wel veel complexe opgaves hier in de regio. Hè? Het hele Noordzeekanaalgebied van de IJmond tot aan Amsterdam. Ja. En wat daar allemaal in samenkomt. En met name hoe je dan de ruimte die er is gaat verdelen binnen die onderwerpen. Ja. Het gaat over heel veel opgaves. Ja. Dat wordt vertaald in sleutels. Daar komen we zo meteen op. Ja. Eventjes over het proces. Er was een presentatie van William Stokman, heet hij, van het programmabureau Noordzeekanaalgebied. Dat zit hier tegenover, in dat mooie oude lelijke gebouw. Ja. Hij is dus namens dat projectbureau is hij daarmee aan de slag gegaan. Ja. In opdracht van het Rijk, maar ook de provincie en ook waterschappen en verschillende gemeenten zijn erbij betrokken. Dus bestuurlijk heel interessant, maar ook heel uitdagend lijkt me. Ja. 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 Ja, en we kregen vandaag een soort weergave van hoe die regio, welke opgaves er zijn en hoe die regio, hoe dat verdeeld wordt over de regio. Ja. Want er is voor elke regio is er wel wat mooie ontwikkelingen, maar natuurlijk ook wat ruimte op wat je op moet offeren aan een transformatorhuis, enorm groot. Ik wou huisje zeggen, maar het was enorm groot. Was het. Het gaat om meerdere hectares als je dat neerzet. Ja, het is gigantisch iets. We gaan even inzoomen op de verschillende thema's. Er zijn thema's, dat werden sleutels genoemd, maar we kunnen het beter even als thema's benoemen. En het mooie, we laten dat hier eventjes zien aan de hand van dit plaatje. Ook omdat er een tijdslijn aan verbonden is. Ik weet niet of het goed te zien is, maar hier is 2001 en hier zijn we ruim 20 jaar verder. En dat is het einde is waar we nu ongeveer staan. Ja. En je kunt dus zien hoe ongelooflijk ingewikkeld die hele materie is geworden, omdat het aantal uitdagingen eigenlijk steeds groter is geworden. Ja. Vertel daar eens iets over. Wat hebben we daarover gehoord? Nou, wat misschien,
je ziet hier de complexiteit, zeg maar, die toeneemt in hoe je ruimte gaat verdelen. En wat wel weer benoemd werd vanavond, was ook de complexiteit in de eimond juist. Ja. Want daar komen deze stukken ook best wel qua uitdagingen samen. Want zeker haven, economie, en ik zit even te kijken of je de gezonde leefomgeving, hè, dat staat natuurlijk met Tata en de industrie. En de scheepvaart en Schiphol die overvliegen en alles, dat staat altijd onder druk in de Eimond. Ja. Ook de woningbouw, hier heb je een behoorlijke opgave met hoe je wijken meer leefbaar maakt. En er zijn best wel veel huizen hier naar Muidenvelsen Noord uit de jaren 50 die gewoon snel goedkoop neergebouwd zijn. Maar waar we nu best wel wat leefbaarheidsproblemen mee krijgen. Zeker. Daar liggen grote opgaves. Ja. Nou, er zijn er de energietransitie. Ja. Je vraagt ruimte met grote kabels en de transformatorplekken, zeg maar. Installaties natuurlijk ook, van zonnepanelen en windmolens. De circulaire economie, hè, dus het hergebruiken van materialen en het zo ontwikkelen van producten die dat ze hergebruikt kunnen worden. Dat vraagt meer ruimte. Hoe gaat dat ruimtelijke inpassing? Of stel eens voor wat dat, want daar doe je ook qua werk wel wat dingen mee volgens mij. Hè? Nou, het kost meer ruimte, omdat je dingen moet opslaan en opnieuw moet verwerken, zeg maar. Ja. Maar wat mij aan vanavond erg meeviel, is dat er was voorheen werd er altijd wel gezocht van hoe kunnen we die industrie meer ruimte geven. En dan ga je toch groen opofferen of landschap en je gaat knellen met water. En of de energietransitie, die vraagt eigenlijk heel veel ruimte. Ja. En we willen allemaal meer woningen, dus dat ga je dan weer in de industrieterreinen doen, wat weer niet kan. Dus daar zat altijd wat complexiteit. Ja. Wat mij nu opviel, is ondanks dat er op sommige gebieden meer ruimte gevraagd wordt, dat wel gezocht wordt binnen bestaande industriegebieden. Ja. En dat ook, we hebben natuurlijk altijd met Amsterdam gehad die woningbouw in de havenstad wil creëren. Ja. Daarmee was eerst een beetje het plan dat ze de vervuilende industrie toch wat richting de houtrak, richting onze kant op stuurde. Ja. Ja. Waardoor er een stuk groen opgeofferd wordt. Ja. Ja, we hebben hier zien we het mooi. Even nog ter toelichting. Het plaatje van daarnet kwam uit de presentatie die gegeven werd. Maar eigenlijk na een half uur gingen we met z'n allen naar de burgerzaal hierachter. Ja. Want daar lag deze plattegrond, nou, 6x3 of 6x4 meter of zo. En dit geeft eigenlijk heel erg mooi in beeld weer en op de kaart, op de plattegrond, wat voor uitdagingen er allemaal zijn. Hier zijn die verschillende thema's eigenlijk weer opnieuw benoemd. Dat heten ze hier sleutelkeuzes. Ja. Maar pik er eens eentje uit. Bijvoorbeeld die stedelijke vernieuwing. Dat is hier nummertje 4. Ja. Die zie je hier terugkomen. Nou, stedelijke vernieuwing zijn al wat plannen. Hè? Dus het park in de Muiden. Precies. Maar zelfs Noord werd er ook voor Velsen uitgelicht. Ja. Dat daar grote opgaven zijn. En dat hing heel erg samen met het realiseren van een gezonde leefomgeving. Nummer 1. Want dat werd vanuit de presentatie heel erg aangevlogen vanuit Tata moet verschonen. En de industrie moet daar minder uitstoot. Nou, dat is heel belangrijk iets. Dat moet ook gebeuren. Maar ook in de wijken, zeg maar, zeker aan Muiden-Velsen Noord, daar ligt gewoon een opgave in die wijk anders inrichten. En een enorme grote kans ook. Ja. En vanuit dat NOVEX-programma, kijk, wij proberen dat nu lokaal te creëren. En dan ben je toch als gemeente eigenlijk een hele kleine speler. Dit is ook een gebied waar veel woningcorporatiewoningen zijn. Dus dan ben je continu met elkaar daarover in gesprek. Ja. En nu kan je er iets meer kracht vanuit een soort regionale visie opzetten. Dus de hoop van mij in ieder geval is dat het wat sneller gaat. Ja, want uiteindelijk, kijk, er zijn heel veel partners bij betrokken. Ja. Maar ook een aantal rijksoverheden, een aantal ministeries. Ja. En volgens mij is de achterliggende gedachte dat als nou maar al die gemeentes en waterschappen en provincie met elkaar tot overeenstemming komen, dat er dan ook middelen van het Rijk beschikbaar komen om tot realisatie over te gaan. Nou, hoop je dan toch? Ja, zeker. Niet? En ik begreep wel dat wij de eerste gemeente waren die dit aan gepresenteerd hadden. Dus ik vind het goed dat ze dat bij ons beginnen. Ja. Het zal ongetwijfeld wel even een gesprek opleveren om dat alle gemeenten op dezelfde lijn te krijgen. Ja. Maar als dat dan gebeurt, dan is er ook veel gelegen om het door te laten gaan. Dus dan ga je wel dat soort bestaande plannen, dat daar wat meer druk achter komt en dat het ook echt gaat gebeuren. Ja. En zeker bij stedelijk vernieuwing, maar ook de energiehaven, hè, die we graag willen. Precies, die energiehaven. Dat zit, zeg maar hier dat puntje net voorbij Taten, zeg maar. Dat was vroeger van Taten, geloof ik ook. Ja. Daar, dat is normaal eens een mooie kans om de offshore wind economie zeg maar, aan te jagen. Omdat die windparken die hier liggen, ik weet niet of je het helemaal goed gaat. Die kunnen makkelijk vanuit daar, zonder dat schepen de sluizen er moeten, kunnen die onderhouden worden en opgebouwd worden. Ja. En dat is gewoon een waanzinnige economische kans voor de regio weer. Ja. Wat ik zelf ook wel een mooie vind, hè, de eens in de zoveel tijd hebben we met klimaat, of we hebben sowieso met klimaatverandering te maken, maar dat leidt ertoe dat we eens in de zoveel tijd enorme hoeveelheden water het land uit moeten. Hè. We wonen in een delta en daarvoor zijn er op een aantal plekken
ook langs het Amsterdam-Rijnkanaal, maar dus ook langs het Noordzeekanaal, plekken nodig om dat, die enorme hoeveelheden water te kunnen bufferen. Vaak maar 2 weken per 10 jaar ongeveer, ja. Maar dat moet je nagaan, maar dan toch heb je dat moet nodig. Dan even ruimte voor hebben. Ja, en daar werden dan bijvoorbeeld deze plekken, hier eentje. Ja. Die is dan het meest kansrijke volgens de... Ja, die ging als eerste die, doen inderdaad, ja. Dus dat is echt de houtrak, zeg precies, maar. Dat is de houtrak waar eigenlijk ooit die uitgebreide haven bedacht ja. was. Ja, maar, dus dat is fijn, dat precies. Plan hier, ik heb er moedig over gepraat, maar ja. Dat is hiermee van de baan. En ja. Je krijgt eigenlijk een hele mooie natuurlijke buffer daartussen. Ja. En het is al gebied wat laag ligt, dus je hoeft eigenlijk niet zoveel aan het landschap te veranderen. Precies. Je kan dat, ja, dat loopt gewoon even doorbreken, vol, de dijk. En dan, dan overbrug je die periode. Maar ik vind dat water ook wel fascinerend, omdat het twee kanten op werkt. Yeah. Want dit is dan iets wat op de lange termijn gaat spelen, dat er water gebufferd moet worden. Yeah. Maar ook de droogte, dat heb je eigenlijk afgelopen periode gezien, dat de sluis ineens even dicht moet blijven, omdat de versilting toeneemt op het Noordzeekanaalgebied, in het Noordzeekanaal. Yeah. En daarmee gaan ze allerlei gemalen hier plaatsen en ook zorgen dat dat gebeurt. En dat benadrukt ook weer het belang van de energiehaven. Ja. Zodat als die sluis niet steeds open moet voor al het verkeer naar de windparken, zeg maar. Toe. Ja, precies. Het is heel en er staan er nog een heleboel meer op. Ja. We kunnen er nog uren over doorpraten. Ja, ja. Maar het is leuk. Het is complex, hè? Ja. De opgave en het samenspel tussen die gemeenten. Maar... Ja. Het is wel een soort logisch verhaal, wat ook echt een kans biedt voor de Eimond. Hè? Om zowel de leefomgeving te verbeteren, de energietransitie en gewoon lokaal te verbeteren en te versnellen. Maar daar ook een goede kans te spelen, wat gewoon weer banen oplevert en economische kans voor de regio. Dus ik was wel positief, verrast niet, want de stukken gezien, maar het is een mooie ontwikkeling, denk ik. Wist jij ook dat we hier naar beneden of die kaart zouden Nee, dat wist ik niet. Nee, dus, dat was wel een verrassing. Dat verduidelijk het alleen maar, met het verhaal erbij. Dus dat, precies. Hey, dit was wat we al zeiden, de eerste van verschillende sessies met verschillende gemeenteraden van al die gemeentes en waarschijnlijk misschien wel met de Provinciale Staten. En de bedoeling is dat uiteindelijk, dat leidt tot een ontwikkelperspectief en dat in november wordt vastgesteld door de colleges en dan vervolgens ook hier weer in de raad terugkomt. Ja. Dus dat is een koersdocument, dus het geeft echt richting aan die ontwikkeling. Ja. Wat ook iedere 4 jaar wordt bijgesteld, hè? Of het dan herzien kan worden. Als er nieuwe inzichten zijn, kan je daarover hebben natuurlijk weer met elkaar. Maar dat geeft wel een duidelijke richting. En ik denk dat belangrijk is en fijn. Ja. En we moeten daar keuzes in maken. Want dit vraagt gewoon wel om daadkracht en om dat de actiegraad, zeg maar, gaat plaatsen. Ik ben benieuwd. Onze wethouder Jeroen Verwoord is hier de trekker van. Dus hij heeft een hoop te doen. Ja, zeker. het heeft echt impact op onze directe omleefomgeving. Dus het is vooral belangrijk dat ook lokale partners hierbij betrokken gaan worden. Want ergens, weet je, de kracht is wel dat er vanuit de Rijksoverheid en vanuit de regio nu een plan gemaakt wordt. Ja. En hier gaan we voor. Ja. Maar het is wel belangrijk om ook die lokale partners bij te betrekken. Want op energietransitie heb je AJOP, je hebt de industrie met Techpoort. Die moeten wel aangehaakt zijn met dit soort plannen. Precies. Ja. Maar volgens mij, de toestemming was dat het goed ging komen. Dus daar gaan we vanuit. Nou, gaan mooi. We op letten in ieder geval. Ja. Hey, Mike, dank je wel voor de toelichting op dit moment. En tot de volgende keer. Ja, graag gedaan. Oké. Goed, dames en heren, dat waren de 3 sessies van vandaag, donderdag 14 juni 2023. We hebben getracht u weer wat meer te informeren over wat er hier allemaal in dit huis, in het gemeentehuis, gebeurt. En namelijk het laatste onderwerp hebben we geprobeerd aan de hand van de plaatjes en de thema's om wat meer beeld te geven ook bij wat er allemaal aan uitdagingen ligt. Waar de gemeenteraad uiteindelijk toch een zegje over moet doen. Bijvoorbeeld wat er in het Noordzeekanaalgebied in de komende decennia staat te gebeuren. We hopen u weer te zien bij een volgende keer en voor nu bedankt voor het kijken en tot ziens.